Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Sleeuwijk, dat is een dierenkliniek, waar Matjo's tanden moeten vandaag getrokken worden. Ja, mijn schatje die heeft 2 dubbele tanden. Kijk, kunnen jullie het zien? Matjo, laat eens even zien. Zie je dat? 2 dubbele hoektanden. En die moeten er vandaag uit. Dus Matjo is best wel zenuwachtig. Kijk, hij zit niet stil. Want hij heeft door dat er wat gaat gebeuren. Hè, Matjo? Ja. Het is ook zielig. Ik ga proberen even wat stukjes voor jullie te filmen. Dat jullie een beetje kunnen zien hoe dat ook gaat. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Want hij kan er best wel last van hebben als hij die dubbele hoektanden houdt. En zijn gebitje kan scheef gaan staan daardoor. Dus we gaan dat wel doen. Ik ben zelf ook een beetje zenuwachtig. Ja? Ja. Matjo ook. Zeg maar tot straks. Aan het uitslapen, hè, Matjo? Nou, ben je wakker? Ben je wakker, schat? Ben je wakker? Ja, ben je wakker? Matjo? En we zitten weer in de auto. Gaan we lekker naar huis. Matjo. Matjo is nog een beetje slaperig van de narcose. Ja, ben je nog slaperig, hè, schat? Ja, Matjo vond het wel lastig, want de narcose was best sterk. Zij had een beetje tijd nodig om goed wakker te worden. Lig je lekker, Matjo? Matjo is weer thuis, hè? Nou, ondertussen zijn we even verder. Matjo voelt zich al wel weer wat beter. Kijk maar, nog niet helemaal. Maar hij is al wel weer wat fitter dan dat hij toen straks was. Zie je dat? Ik wil jullie even zijn tanden laten zien. De tanden die er dus uitgehaald zijn. Ik zal het even pakken. Kijk, dit zijn de 2 hoektanden van Matjo die eruit gehaald zijn. Er zit best wel lange wortel aan, zei de dierenarts. Zie je dat? En daardoor waren ze dus ook niet vanzelf eruit gegaan, hoor. Dus het is maar goed dat we dat eruit hebben laten halen. Ik wou jullie eigenlijk nog heel even uitleggen waarom die dubbele hoektanden nou ook eruit moesten. Waarom dat slecht was. Er kan etensresten tussen blijven zitten. En daardoor kan dat ook heel erg gaan ontsteken. Het tandvlees gewoon kan gaan ontsteken. En ja, het is gewoon heel slecht voor de tanden. En als de tandvlees gaat ontsteken, dan heb je wel een probleem. Want dan willen ze niet meer goed eten. En ja, het is gewoon heel zielig als ze daar last van krijgen. Dus daarom is het ook wel belangrijk dat ze eruit gaan. Zoals je ziet, heb ik ook voor Matjo even weer een nieuw mandje gehaald. Ook dit mandje is net als de autostoel van Matjo van Puppy Angel. Het is echt heerlijke kwaliteit. Echt, ze liggen er zo graag in. Het is lekker zacht. Er ligt echt een super zacht kussen in. Ik weet niet of je het kan zien. Het is een beetje donker. Kijk, echt een hele fijne mand. Net als de autostoel natuurlijk. Matjo moet gewoon nog heel erg bijkomen van vandaag. Wij zijn in ieder geval blij dat het achter de rug is. Matjo ook toch? Matjo? Matjo? En we willen iedereen weer bedanken voor het kijken. En ja, misschien tot de volgende video.